zetten. Het laden duurt altijd redelijk lang. Schatje. Ja. Ik heb misschien nog een idee. Wat hè? Om de tafels weg te doen. Ja. En een dansspelletje. Ja, samen een dansspelletje doen voor de kijkers. Ja. Ik denk dat ze het ook wel eens leuk vinden om iets anders te zien. Ja, oké. Theme Park World, Full Sim SycoTV, daar gaan we dan. Met mijn eerste lening dat ik heb moeten aangaan. In het spel, hè? Niet in dicht, mensen. Voilà, die is geladen. We gaan er eens terug richting naartoe. Start. Oké. Kijk, daar is wel volk dat eraan komt. Een park is weer geopend. Ja, deze attractie stond op het punt om in een kan te storten. Ja, ik weet het. Zijn gesteld. Lees je berichten om de huidige cijfers te bekijken. Waarom heb je de tafel zo opgeschoven nu? Gewoon om te kunnen spelen en te filmen. Ja, en hoe kan ik achter mijn laptop? Een beetje schuiven, voilà. Ik hoop dat we heel rauw terug in het groen gaan staan. Veel bezoekers hebben dorst. Misschien moet je een paar dranktintjes bouwen. Dan moet ik een lening aangaan. Sommige bezoekers hebben honger. Misschien moet je wat eetentjes bouwen voordat ze vervoeren. We zitten bijna terug in het groen. De bezoekers hebben het erg aan hun zin. Ga zo door. De parkwachters doen het erg goed. Alle problemen in het park worden lichtensvlug aangepakt. Maar met liefde en gevoel natuurlijk. Die onderzoekers zijn wel fantastisch. We gaan nog weer al wat drinktentjes. Tentjes, alsjeblieft. Ze hebben dus dorst, dus daar staat al eentje. Hier staat ook eentje. Hier stond ook eentje, dacht ik. Ja, hier stond ook nog eentje. Er zijn gebieden in je park die niet door de deur gecontroleerd worden. Dan gaan we deze hier. Een wandelpadje. Je hebt het maximale aantal schoonmakers voor je park bereikt. Als je de productiviteit van de schoonmakers verder wilt verbeteren, moet je ze trainen. Ja, moet ik ze trainen. Je attracties zijn niet echt top. Misschien moet je er een paar nieuwe bouwen. Je hebt onderzoek gedaan naar een paar nieuwe attracties. Misschien moet je meer bouwen. hier zo plaatsen. Dan was ik ook van plan. We hebben het over bepaalde attracties aan het bouwen. Dan proberen we zo terug te komen. Voilà. Ja, ja, ja. Ik ben de wachtrij aan het proberen te fixen. Voilà. De bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door. Ze vinden je prijzenkramen echt erg goed. Ga zo door. Dankjewel. Sommige bezoekers die je prijzenkramen hebben uitgeprobeerd zijn niet tevreden. Je moet dus uitzoeken wat er mis is. Ik wil niet heel erg kritisch zijn hoor, maar je hebt een belazende selectie attracties in het park. Heb je er al aan gedacht om er meer te bouwen? Meer te bouwen. Ik heb al redelijk veel attracties al staan in mijn pretpark. De bezoekers vinden je kaartjes spot goedkoop. Je hebt nieuwe attracties die helemaal klaar zijn. Misschien moet je ze gebruiken. Nou ja, wat op. Nee, de $300. Oké. Als je een attractie verbetert, neemt de betrouwbaarheid toe en gaat deze langer mee. Dus je moet jezelf nog verbeteren. Oké, dan. Dank u. Je vindt ze in de lijst van de voorzieningen herkopen. Voilà, ik ben de attracties aan het verbeteren. Dus nu gaat deze onderste hier even in lockdown. Voilà. De welke? Oei, hier. Misschien moet je ze onder zijn proberen. Mensen houden van afwisseling. Weet je, bomen, ietsjes, pionnen, dingen die vaak mogen. Mensen zijn onder de indruk van de drankjes. Ze vinden dat ze veel waar voor hun geld krijgen. Gefeliciteerd! Eureka! We hebben een nieuwe attractie ontdekt. Oh ja. Er zijn gebieden in het park die niet door een schoonmaker geïnspecteerd worden. Dat doe ik nog niet. Tot nu toe weet alles nog goed. De bezoekers hebben het echt naar hun zin. Dan ben ik al aan het filmen. 12 minuten en 56 seconden. Oké. Okay. Je hebt bijzonder weinig voorzieningen in je park. Het is net als echt. Met jullie voorzieningen. Je vindt ze in de lijst open voorzieningen in het scherm kopen. Moet ik hier nou gewoon even een stafruimte maken? De mensen vinden je eten goed. Goed zo. Alle beschikbare voorzieningen zijn gebruikt. Vanaf nu kun je alleen nog bestaande voorzieningen vervangen. Je geeft meer geld aan de salarissen van je personeel uit dan dat je verdient. Misschien moet je wat personeel ontslaan. Nu vinden ze het weer al te duur. Oh my god. Ja, naar 2,50. What the fuck, okay. Oh ja, yeah. Oké, we gaan eens rondwandelen in het park. Ja, we gaan eens met die King Kong eens meegaan. We moeten wel de wachtpaadjes wel volgen. Meer rijden. We gaan eens meer rijden met de King Kong. Allee, laat maar eens beginnen, de King Kong. Waarop zat je te wachten? Waarop zit je te wachten? Dat daar begint te draaien. Dit hier. Je hebt bijzonder weinig voorziening in je park. Het is net een grote... Nu weet ik even dat die gasten er zijn. Allee, mensen beginnen te werken. Dat daar hier zit te draaien. Mensen hebben dorst, maar kunnen nergens iets te drinken krijgen. Er is al nog meer krachtteentjes te bouwen. Je doet het erg goed. De mensen in het park hebben het echt naar hun zin. Ga zo door. We moeten toch direct beginnen. Dan gaan we dus iets anders er eens mee rijden. Spelen. Dit is echt zo'n leuk liedje. Ja. Schat. Ja? Dat dit echt een leuk liedje is. Ah, ik heb die laten luisteren zelfs, als je klaar bent met gamen. Oké. We zijn nu de eerste ronde bezig en we staan momenteel tweede plaats hier wel. We zijn hier aan het karten. Jawel. Oh, het is zo leuk dat dat is. Oh ja, hier nog een bosje, hier nog een bosje. Die derde plaats. Ja, ik heb hem mooi kunnen blokken. Amai man, dat is wel een lange attractie. Ronde 2. We gaan stoppen. Ja, wat ik ook al heb gezien is dat die iets te lang duurt. Even... Nee, je hebt geen twee. Je zegt lang verkeer. Dus sluit de mening af. Voilà. Ik ga eens even naar de wc toe, mensen, dus geniet maar van de attracties. Ik zal het hier even opzetten. Dan zit je ook de kartbaan. Voilà. Dus ik ben direct terug, mensen. Weet je, je kunt in deze naam spelen, chip en op spelen drukken. Eén signaal. Dit is niet het enige ding van een kwaai. Kijk, op een van de kloppen daar bovenin verschijnt. Kijk, met de knop draaien kun je je blauw draaien. Als je de blauw drukt in je park plaatst, moet je ervoor zorgen dat de ingang uitgang komt en de afvalbak. De bezoekers hebben het erg naar gezien. Ga zo door. Je hebt bijzonder weinig voorzieningen in je park. Het is net een grote lege plek met een hek. Misschien moet je er wat meer bouwen. Je vindt ze in de lijst over voorzieningen in het scherm. Aha. Voilà. We gaan als men nog eens met een andere attractie eens mee eens rijden. Mee vliegen bedoel ik. We gaan dus nu eens richting deze kant uitgaan. We gaan die met die benchiekoord doen. Mee rijden. Wauw! Nu gaan we terug naar 100 toe. Op staat er wee! Oké, afstappen. Dan gaan we eens naar deze attractie die hier langs staat. Voilà, meerijden. En dat is dus op de rug van Zonnegod. Je hebt niet veel verschillende aandachtelijke voorzieningen. Bezoekers klagen dat ze sterven van de honger. Dat is misschien wat dramatisch, maar... We gaan het spel terug opslaan en dan stoppen we ermee. Want ik heb geen groezine meer. Ik heb geen groezine meer. Heb je dat gezegd? Ja. Ik heb dat gezegd, hè, kijkers. Jawel. Dus jullie zien het, ik ben het aan het opslaan. Jawel, voilà, het is opgeslagen. Ik bedankt om weer al te kijken naar deze gaming video. Vergeet geen blauw duimpje naar omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken hier ergens onderaan. En ik zie jullie de volgende keer terug. En voor de vloggers, blijf zeker nog hangen. Tot straks, yo!